Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. De nood aan logistiek personeel is hoog. Daarom is er in de regio een samenwerking opgezet tussen de gemeente, het bedrijfsleven en opleidingscentrum Curio. Als deze samenwerking slaagt, zou er op termijn een logistiek opleidingscentrum kunnen komen bij station Lage Zwaluwe. Dat zal er naar verwachting in 2027 of 2028 kunnen komen. Na een maandenlange voorbereiding was het op 21 augustus zover. De derde etappe van La Vuelta, met een doorkomst in de gemeente Drimmelen. De etappe startte in Breda en ging via Oosterhout dwars door Maden. De sfeer zat er goed in. Veel inwoners namen een kijkje langs de route en ook de side-events voor kinderen werden druk bezocht. Ook Omroep Drimmelen was erbij en u kunt later in deze uitzending kijken naar een samenvatting van de doorkomst door Maden en de side-events. Tussen de Kern Drimmelen en het Gat van den Ham wordt de komende tijd gezocht naar percelen waar natuur kan worden aangelegd ter compensatie van het groen dat verdwijnt door een nieuwe weg bij Hoge Zwaluwe. Om verkeersoverlast in Hoge Zwaluwe te verminderen ligt er namelijk een plan om tussen de Zoutendijk en de Horenhilsedijk een nieuwe verbindingsweg aan te leggen. Daarvoor zou natuur moeten wijken en dat vergt de compensatie van zo'n 3 hectare. Op maandagmiddag 10 oktober organiseert de werkgroep Drimmelen Verbindt een middag vol gezelligheid en leuke workshops voor alle inwoners van de gemeente Drimmelen. De middag staat in het teken van elkaar ontmoeten en kennis maken met het aanbod van activiteiten in Drimmelen. Denk daarbij aan bewegen, creativiteit, reflectie en muziek. De middag duurt van 13:30 tot 17:00 en vindt plaats in de Maaiboom te Maden. Met de campagne Samen houden we de Biesbos schoon wordt het zwerfafvalprobleem in de Biesbos op verschillende manieren aangepakt. Met campagneborden worden bezoekers op deze boodschap gewezen. Er worden afvaltasjes uitgedeeld en extra afvalbakken geplaatst op drukbezochte plekken. En in het voor- en najaar zijn er diverse afvalopruimacties. De najaarsactie Vuilruimen staat gepland op 17 september. Bent u in de afgelopen jaren gestart met een eigen onderneming? Of wilt u inspiratie opdoen? Ga dan op donderdag 13 oktober vanaf 18:00 naar de inspiratiesessie voor en door ondernemers uit de gemeente Drimmelen en de gemeente Geertruidenberg. U wordt geïnformeerd en geïnspireerd op het gebied van onder andere financiering, innovatie, groei, ondersteuning voor ondernemers en marketing. U ontmoet ook andere startende ondernemers en u kunt uw ervaringen delen. De plaats van samenkomst is restaurant Het Witte Huis in Drimmelen. Deelname is gratis, maar de gemeente verzoekt wel om u vooraf aan te melden via de Open Coffee website. Op het voormalige priesterkoor van de Bernarduskerk in Maden droegen wethouders van de gemeente een symbolische sleutel over aan de directeuren van herbestemmingsorganisatie Boei en ontwikkelaar Breda Bouw en werden de nodige contracten getekend. Breda Bouw start maandag met de werkzaamheden voor de herbestemming van de Bernarduskerk. Gestart wordt met de verbouwing van de kerk die in het najaar van 2023 onderdak gaat bieden aan culturele en sociaal-culturele verenigingen, een consultatiebureau, kinderdagopvang, de bibliotheek en een theaterzaal. Het hele gebied krijgt uiteindelijk een nieuw gezicht met een fix aantal nieuwe woningen. Kortom, een prachtige metamorfose van het hart van Maden. Honderden mensen die dicht bij de windmolens wonen, krijgen dit jaar kosteloos bomen en heesters aangeboden. Zo wordt geïnvesteerd in het landschap rond de A16, waar dit jaar 28 windmolens gebouwd worden. De ontwikkelaars van de windmolens stellen het geld beschikbaar voor deze bomen. Voor het leveren en aanplanten van de bomen en heesters wordt graag samengewerkt met lokale telers. Telers in de gemeente Drimmelen kunnen zich daarvoor aanmelden. Meer informatie is te vinden op de website Bomenactie. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen.